Hoi, welkom bij intienlessen.nl. Ik ga je in deze video het E-mineur akkoord leren. Dat is dus een E-akkoord, maar dat klinkt wat triester. Namelijk zo, dit is gewoon een E-akkoord en dit is een E-mineur akkoord. Mineurstemming, dat ken je vast wel, dan ben je niet zo vrolijk. En dat ben ik vandaag wel, maar toch gaan we even het E-mineur akkoord spelen. Je laat je eerste vinger bij dit akkoord helemaal achterwege. Normaal gesproken staat hij op de eerste positie op de G-snaar. Maar die laat je vervallen. En de andere twee vingers die laat je staan. Dus je tweede en je derde vinger. Tweede vinger zet je op de tweede positie van de A-snaar. En je derde vinger zet je op de tweede positie van de D-snaar. Nogmaals, normaal gesproken staat die ene vinger hier dan bij. Die laat je los. Het is een vingertje minder. Mineur. Daaraan. En dan sla je van boven naar beneden weer aan. Vrij simpel. Zet die vingers lekker tegen elkaar aan. En dan gaan we weer eventjes 10 keer spelen met een simpele 4/4 maat. Dus 4 keer omlaag achter elkaar. En dat dan 10 keer. Zit je er klaar voor? 1, 2, 3, 4. 2, 2 en 3. 4. 5. 6. Dus het E-mineur akkoord, waar je wellicht niet al te vrolijk van wordt. Maar een mooi akkoord wat in heel veel, met name rustige nummers, wordt gebruikt. Ook hier zijn weer oefenvideo's bij. Ik wens je heel veel plezier bij het oefenen.